Ja, dit is toch ongelooflijk, dit? Ja, heb je net zitten kijken? Oh, als je toch supporter bent van Hercules nu uit Utrecht, die derde divisie, dan slaap je toch de hele week niet meer? Eén het weer en oog weer dicht. Nee, heb je die blijdschap gezien van die mensen? Ach, ongelooflijk. Wat mooi. Hey, onbetaalbaar. Wat een vreugde. Allemaal hun zorgen kwijt. Iedereen gelukkig. Omdat, ja, Ajax verliest. Wat een stunt, een voetbalstunt. Waar we het over 10 jaar nog over hebben. Ja, Ajax verliest in de beker met 3-2 van Hercules. En dat staat op de 10e plaats. Ik heb even 10e plaats in de 3e divisie. Dus het 4e niveau van Nederland. En iedereen was maar aan het schrijven. Daar gaat het mij ook een beetje om de laatste tijd. Overal, je hoorde het op tv en iedereen schreef erover. Ajax was nu veel en veel beter. Ja, onder de nieuwe trainer. Het was allemaal veel meer beter, veel meer sfeer. En de spelers die vonden ook dat ze veel meer gewaardeerd werden. En die waren ook allemaal, alles was beter. Ja, en wat zien we nu dan? Wat hebben we nu dan? Met moeite zijn ze in de Conference League gekomen, Ajax. Ja, heel veel moeite. En van PEC kunnen ze ook niet winnen. En nu verliezen ze opnieuw van Hercules. En dat gebeurt allemaal zonder Maurice Steijn.